Mijn naam is Dylan Jurdekoel. Ik ben actrice en theatermaakster. En het grote publiek kent mij vooral van de serie Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar daarnaast heb ik ook Europese studies en Duitse taal en cultuur gestudeerd. Een van mijn favoriete schrijvers is Franz Kafka. Heel veel mensen komen daar al mee in aanraking op de middelbare school, ik ook. Ik hou heel erg van zijn werk omdat hij heel erg met het metafoor werkt. En dat vind ik heel interessant als theatermaakster. Omdat theater maken ook heel vaak over metaforen gaat. En ik heb hier een boek van Kafka, verzameld werk. Nou, voor mij is het belangrijkste verhaal die verwandlung, de gedaanteverwisseling. Omdat daar Gregor Samsa opstaat en hij veranderd is in een ongedierte. Nou, dat is zo'n groot metafoor dat ik denk, wauw, maar waarom heeft hij dan gekozen voor een ongedierte en niet een olifant of zo? Nou, daar zit heel veel onder. En onder andere dat heeft mij geïnspireerd om Duits te gaan studeren. Kafka heeft ook heel veel korte verhalen. En één verhaal wat ik zelf heel interessant vond is In de strafkolonie. Omdat daar ook weer een idee is of een ding. Zoals een machine die mensen vermoordt. En de hoofdpersoon, de reiziger, die belandt in een situatie waarin hij dat ziet. En dat gebeurt bij mensen. En de hele tijd voel je een dreiging van of dat hem ook gaat overkomen of niet. Het is verder maar een bladzijde van of 20. Dus het hele verhaal kan je echt binnen een uurtje uitlezen. Dus als je het nog niet zeker weet of je van Kafka houdt of of je Duits wil studeren, dan zou ik het je zeker aanraden.